Even telefoons weg, boeken op tafel, jas uit. Moet achterin ook nog even jas uit, dankjewel. Oké. De vorige keer hebben we het gehad over de conjunctuurgolf. Ik heb voor jullie, voor deze les, heb ik een opdracht meegenomen om daarmee te gaan oefenen en te kijken wat jullie er nog vanaf weten. Dan deel ik even uit. Zou jij me willen doorgeven over vanaf? Dames en heren, kijk even mee. Ik ben vergeten de instructie te geven. Wat gaan we doen? We gaan dus oefenen met de fase van de conjunctuurgolf. Dat mag je, de opdrachten mag je of alleen of samen met je buurman of buurvrouw gaan maken. Je hebt er 15 minuten de tijd voor. Kom je er niet uit? Heb je hulp nodig? Vraag je het eerst aan je buurman of aan je buurvrouw. En anders pak je boek erbij op bladzijde 283. Ben je klaar? Ga je verder met de volgende paragraaf over wisselkoersen en maak je de opdrachten 12 tot en met 18. Ja, nou, dat heb ik gelijk kunnen zeggen. Goed, aan de slag, kom op. Zullen we maar eens wat zeggen? Ja, wat leuk. Ja, leuk. Maar goed, even recht zitten. Juf! Juf! Ja, sorry hoor, maar snap je echt helemaal niks van? Ik heb toch gewoon nog een vraag. Als je een vraag hebt, steek gewoon even je vinger op, dan kom ik vanzelf naar je toe. Ja, of vraag het aan je buurvrouw. Volgens mij had ik het net ook al gezegd dat je eerst even moet vragen. Ja, nou sorry hoor, maar zij bent helemaal niet. Oude zij bent ze vier. Kom op jongens, geen grapjes ten koste van een ander. Ja, juf, waarom wordt hij nou boos? Zij vindt het niet erg hoor. Ik vind het erg. Kom, aan het werk. Dat zijn de 233. Aan de slag ook de telefoon. Dat is een mooi onderwerp. En een leerkracht.